Het sportvliegtuigje dat gisteravond een noodlanding maakte op het autostrand in oost had te weinig brandstof bij zich. Dat zei Jos Klaren van de KLPD vandaag op RTV Rijnmond. Waarschijnlijk was er wat mis met zijn brandstofmeter, maar dat laat onverlet dat hij als piloot goed moet controleren dat zijn toestel in orde is voordat hij een vlucht aanvangt. Het vliegtuigje met drie inzittenden kwam in de problemen toen de motor uitviel. De piloot heeft het toestel veilig aan de grond gezet, niemand raakte gewond. Op de Maasvlakte zijn gisterenmiddag drie mensen om het leven gekomen bij een botsing. Het gaat om twee inzittenden van een auto en een motorrijder. Het ongeluk gebeurde rond drie uur in de Malakka straat bij het Distri Park. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De Nederlandse turnsters zijn bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam verrassend als negende geëindigd in de kwalificaties. Daarmee misten de dames met onder andere Marlies Rijk uit Oost-Voornen ongemaar net de finale. Het is ongelooflijk als je als ambitie de beste 16 hebt en als je dan negende wordt. Nederland heeft zich door de prestatie wel geplaatst voor het WK in Tokio volgend jaar. Daar kan deelname aan de Spelen van Londen 2012 worden afgedwongen. Individueel bereikte Céline van Gerne de meerkampfinale die vrijdagavond afgewerkt zal worden. Wethouder Laan van Rotterdam vreest een grote kaalslag als de bezuinigingen in de cultuursector doorgaan. Dat staat in een brief aan de staatssecretaris van cultuur. Behalve door de Rotterdamse wethouder werd de brief ook ondertekend door de wethouders van acht andere grote steden. Ze vrezen dat de bezuinigingen de cultuursector onevenredig hard zullen treffen. Ze hebben de staatssecretaris om een gesprek gevraagd.